Steven, jij ziet er fantastisch uit, zo kort eigenlijk na dat ja, toch spectaculaire ongeval. Ja, nee, het gaat eigenlijk lichamelijk heel goed. Ik heb nog wel wat klachten, vooral met concentreren of in hele drukke ruimtes. Dan ben ik wel snel het spoor bijster. Maar anders mag ik helemaal niet klagen, nee. Want het was wel even schrikken voor iedereen die de koers volgt, die jou volgt, gevolgd heeft. Het was een bom die insloeg toen dat bericht binnenkwam, van ja, die zware crash, zeg maar. Ja, ja, weet je, dat realiseer je daarna natuurlijk pas goed wat het met de mensen doet. En vooral voor de familie, voor mijn vrouw die actief op zoek is gegaan, zijn het een paar verschrikkelijke uren geweest. Mm-hmm. Ja, wat weet jij eigenlijk nog van het hele verhaal, zeg maar? Ik weet niks. Dus dat is, ik weet dat ik ben gaan fietsen, ik weet nog een paar dingen waar ik gepasseerd ben, maar voor de rest weet ik niks. Mm-hmm. Nee. De meest logische theorie ook van de politie is dat toen ik aan het dalen was, is er een auto omhoog gekomen en die auto is waarschijnlijk, heeft een andere auto gepasseerd. En ik heb die auto die aan het passeren was, daar heb ik vooruit geweken. Ja. Maar ik heb die auto niet geraakt. Ik ben tegen een boom aan geknald en de diepte ingegaan. Mm-hmm. En jij kende dat parcours toch vrij goed, of niet? Ja, heel goed. Ja. Want dan ben ik al dikwijls... Dikwijls gaan trainen, ja. Mm. En is het dan op een gevaarlijke plek? Of? Nee, totaal niet. Want het is eigenlijk op een rechtstuk in de afdaling. En ja, iets daarna heb je een bocht naar links. Ik denk dat ik een meter of acht verder naar beneden lag op een bosje. Ja. En dat bosje heb eigenlijk wel ervoor gezorgd dat ik niet dieper lag. Dus ja, en je zit hier nu zo ongeschonden. Dat is een mirakel eigenlijk toch dan, als je zo diep gevallen ja, bent. Ja, ik heb echt geluk gehad. En de arts die ook bij me was, die zegt, ja, waarschijnlijk ben je met die klap tegen die boom waarschijnlijk gelijk oud geweest. En gewoon als een slappe vaatdoek naar beneden gevallen. Dat is jouw redding geweest, hè? Ja, want als je had verzet of wat dan ook, dan had je waarschijnlijk helemaal verkrampt en had je wel dingen gebroken. Ja, opvallend verhaal is ook de zoektocht, want dankzij je vrouw ben je eigenlijk vrij snel, zeg maar, toch gevonden eigenlijk. Hè. Zij heeft eigenlijk een beetje ook via social media gezegd van help ons Steven terug te vinden, want ja, niemand wist hoe of wat er gebeurd was. Nee, en ja, ik weet het zelf ook nog niet tot op de dag van vandaag, dat is frustrerend. Maar... Nee, gelukkig, social media, ja, weet het, soms geven we erop af, maar soms kan het ook een heel mooi middel zijn om mensen te verenigen en aan het werk te zetten. Mm-hmm. Want ja, hoe ben je uiteindelijk dan gevonden? Want ik geloof dat ze ook twee keer voorbij de plaats van het ongeval gekomen is zonder jou te zien, omdat je in de ravijn lag. Ja, en ook het is niet een verandliggende plek om zeg maar om te vallen. Mm-hmm. Dus en het is heel lastig om het te zien van de weg. We zijn naar de plek teruggegaan om ook zelf te kijken. En als je een meter naar rechts staat, dan zie je me niet liggen. En dan sta je net naar links, dan kun je me wel zien. Ja. Dus ja. Maar ze wisten het eindpunt van mijn Strava, wisten ze. En aan de hand daarvan zijn wat renners en wat vrienden van daar, die zijn echt naar beneden gegaan en gaan zoeken en wandelen. Mm-hmm. Ja. Ja, en uiteindelijk hebben ze me zo gevonden. Ja. Ze waren al heel dicht bij me. Robert Geesink was onder andere al vlak bij me. Maar uiteindelijk is er een auto gestopt met iemand die daar wilde plassen. En ja, op die plek heeft hij naar beneden gekeken en die zag me liggen. Ja. En dat hij ook al natuurlijk zoveel politie zag, wist hij wel dat er wat los was. Mm-hmm. Dus die heb de politie eigenlijk verwittigd. Ja. Klopt het ook dat ook Alberto Contador mee geholpen heeft om alles te orchestreren, de reddingsactie? Nou, die heeft gebeld en die heeft gezegd van luister, dit is een belangrijk iemand. Dit is niet iemand die op café gaat zitten en dat hij daarom nu vermist is. Dus neem het alsjeblieft serieus. Hoe groot was die onzekerheid bij familie en je kinderen en je moeder en zo? Moeten helse uren geweest zijn. Dat zijn zeker helse uren geweest. En achteraf is dat ook heel emotioneel om over te praten met ze natuurlijk. Want die hebben echt op een gegeven moment gedacht van ja, het kan zomaar zijn dat we zo heel slecht nieuws krijgen. Mm-hmm. En wisten ze toen ze je gevonden hadden dat het eigenlijk goed was allemaal, dat het geen grote... Nee, want het heeft ongeveer een goede 20 minuten geduurd voordat ik echt bij mijn positieve was. En wat was jouw eerste reactie toen je zegt van ja, ik kom bij bewustzijn, wat dacht je toen? Ja, ik was heel erg in de war, want je bent op een gegeven moment begin je te realiseren dat er iets niet klopt en dat je heel veel uren eigenlijk hebt gemist.
En dan raak je wel heel erg in paniek. En ik was ook heel erg onderkoeld, dus ik begon enorm te rillen. Want opvallend, ik las dan ook in de krant dat eigenlijk jouw vader ook gestorven is als coureur door een ongeval met de fiets. Ja, en het tragische is ook dat ik was toen 13 jaar oud en mijn jongste zoon is ook 13 jaar oud. Dus ja, dan is het niet leuk voor mijn vrouw ook om naar mijn moeder te bellen van luister, je zoon is vermist. En we moeten misschien rekening houden met een slechte afloop. Ja. Mijn vader die fietste toen nog veel voor zijn plezier en die heeft altijd gezegd van joh, we gaan eerst lekker andere sporten doen, want je kunt je hele leven nog fietsen. En dus zodoende heb ik eerst allerlei andere sporten gedaan. Mm. En toen eigenlijk op het moment dat hij het klaar vond dat ik klaar was voor mijn eerste racefiets, ja, toen ging het eigenlijk in de middag ging het mis. Mm. Heb je al opnieuw op de fiets gezeten, Steven? Ik heb wel op de fiets gezeten, maar ik ben er niet buiten geweest. Nee. Daar voel ik me nog niet zeker genoeg voor, ook omdat ik niet weet precies wat er gebeurd is. Maar ik heb ondertussen wel met het fenomeen Zwift kennismaking gemaakt. En we hebben zaterdag met Zwift samen een recovery ride georganiseerd. En dat was wel heel leuk. Dat was ook nieuw voor mij dan. Je gewoon inloggen op je home trainer stap en dan ga je fietsen met een aantal mensen. Ja, was een hele bende gelijk die kwam. Dat was een volledig peloton. We hadden 170 man tezamen. Dus ja, dat was nieuw. Ja. En heb je ze nog kunnen kloppen? Of, nee, dat zat er niet in. Nee, zat 6 weken niks toen dat actueel. Nee. Maar je zegt, ja, ik ben er nog niet klaar voor. Wat wringt er dan? Wat houdt je tegen eigenlijk? Een soort angst dan? Of? Ja, het is ook angst. En ik denk ook dat het ermee te maken heeft. Ja, het is nog maar heel kort geleden dat je eigenlijk bent gevallen en het is nu slecht weer. En ik weet dat het met deze periode ook glad kan zijn hier met alle bladeren. Ja, ik ga voorlopig even hardlopen en voorlopig even binnenfietsen. Als ik echt denk van nou weet je, nu ben ik klaar voor om buiten te fietsen, dan zal ik mijn maatje vragen of die met me meegaat en dan... Ja. Zullen ze een rondje maken. Ja, voorlopig is het goed zo. Ja, niet meer alleen. Voorlopig. Ik zie me niet de eerste rit alleen gaan rijden. Nee. Ja, het heeft toch een soort impact dan? Nee, dat is zeker. En, dat zal moeten slijten. Maar Heeft het ook een impact op je job als ploegleider bij Trek, Segafredo of voorlopig niet? Voorlopig niet, want het is eigenlijk gebeurd net voordat mijn vakantie begon. En momenteel heb ik de activiteiten weer rustig opgepakt. En als ik het goed doseer, dan kan ik mijn werkzaamheden gelukkig doen. Ja. En de problemen die er nog zijn, ik hoop dat binnen 2 maanden dat die zijn opgelost. En dat ik gewoon lekker in de auto kan stappen en de koers kan volgen. Ja, gewoon het peloton terug in en erin vliegen. Door. Precies, ja. Want koers is en blijft het mooiste met vallen en opstaan. Ja, zeker. Daar haal ik nog heel veel, ondanks dat ik niet meer actief in de koers zit, wel achter het peloton haal ik er nog heel veel plezier uit. Oké, perfect. Veel succes. Dankjewel.